We hervatten de vergadering, de eerste termijn vanuit het college. Het woord is allereerst aan wethouder Verspuy. Voorzitter, dank u wel. Voor ons liggen de meerjarenbegroting 2017-2020 en de tweede voortgangsrapportage 2016. Nou ja, voor ons eigenlijk niet. De begroting is voor het eerst via LIAS digitaal ontsloten, via een overzichtelijke website. Een tool om de komende jaren verder uit te breiden, zodat voor een ieder op een moderne manier inzicht wordt gegeven in de state of the city, zo maar eens te noemen in goed Nederlands. Uit de begroting blijkt dat onze financiële positie weliswaar positief is, maar zeker niet florisant. Zonder de extra middelen uit de septembercirculaire zou het ons niet gelukt zijn om u een positieve meerjarenbegroting aan te bieden. Daaruit blijkt maar weer hoezeer we van onze financiën afhankelijk zijn van de keuzes die vooral ook in Den Haag worden gemaakt. Ik zou mijn beantwoording willen opknippen in de eerste zin om de vragen die zijn gesteld in eerste termijn door de Raad te beantwoorden en vervolgens in deel 2 in te gaan op de moties, zowel financieel als inhoudelijk zo die mijn portefeuille daarin ook raken. In zijn algemeenheid is het misschien verstandig om bij de moties amendementen aan te geven dat er verschillende oproepen zijn tot onderzoek en mocht een motieamendement daarvoor worden aangenomen door de Raad, dan wil het college expliciet terugkomen bij de Raad met wat de kosten zijn om dat uit te voeren. Zodat wel aan de voorkant helder is wat het kost aan tijd, aan ambtelijke capaciteit, aan geld om dat tot een goed eind te brengen. Ook gewoon om die verwachtingen wederzijds te managen, zodat we ook afspraken kunnen maken dan wanneer het klaar is, hoeveel het gekost moet hebben enzovoort. Dus dat als algemene opmerking in het begin rondom die moties en amendementen. Dan de vragen die zijn gesteld met betrekking tot mijn eigen portefeuille. Dat gaat over welzijn nieuwe stijl is een onderwerp wat door zowel VVD als CDA is genoemd. VVD roept op tijdig informeren, want per 1 januari 2017 willen we er toch mee beginnen. Onderweg naar u is voor de volgende commissiebehandeling, samenleving en daarna de Raad in december het plan van aanpak van de organisaties die zich verenigd hebben in welzijn nieuwe stijl. Dus dat wordt nog expliciet met u besproken en besloten in de Raad dit jaar. Het CDA had daar een vraag bij, of eigenlijk een soort opmerking van dat zouden we toch zo moeten willen. Namelijk dat welzijnsorganisaties geen zaken doen of overnemen die ook door inwoners al worden gedaan. Die lijn onderschrijft het college van harte. Dus op die manier hebben wij ook gekeken naar het stuk wat voor ligt. En wij zijn er ook van overtuigd dat dat niet gebeurt. Mocht daar wel sprake van zijn, dan horen we dat graag. Want dan willen we daar ook over in gesprek met die organisaties. Want dat kan niet de bedoeling zijn. Dat over welzijn nieuwe stijl. De midterm review is ook een aantal keren aan de orde geweest. In ieder geval door de ChristenUnie en OD 16. ChristenUnie zoomde vooral in over op de bezuinigingen. Het klopt dat aan het begin van deze bestuursperiode de coalitiepartijen een bezuinigingspakket hebben gepresenteerd bij het Bloesemakkoord. En een aantal van die bezuinigingen, daar zijn maximale besparingsvarianten ingeboekt op bezuinigingen die ook al soms reeds liepen. En daar is een risico in genomen. Dat is ontegenzeggelijk waar. Mocht daar toen niet voor gekozen zijn, dan had een paar jaar geleden het mes op andere fronten in de begroting er nog harder in gemoeten. Dat is wel de consequentie dan, als dat niet was gebeurd. Gaandeweg de rit, we zijn nu een paar jaar verder, hebben we nu meer inzicht gekregen in welke kant dat op zou kunnen lopen. En het college doet met deze begroting, voorzichtigheidshalve, realistischhalve, een voorstel om een aantal taakstellingen af te
boeken voor een bepaald percentage. Zodat de bezuinigingen die nog openstaan realistischer worden om die te realiseren. Dat kan doordat ook de septembercirculaire is meegevallen. En het lijkt mij een buitengewoon slimme en tijdige manier om aan die taakstellingen te sleutelen. Want mocht dat in de toekomst niet leiden tot realisatie van wat er dan nog overblijft. U kent ook het meerjarenperspectief, dat is ook geschetst in deze begroting. Dat dans rond de nullijn in het meerjarenperspectief. Dus grote structurele tegenvallers zullen weer moeten worden opgevangen door nieuwe structurele bezuinigingen. En we hebben een aantal rondes gehad. We weten dat het vet van de botten af is, zowel in de organisatie als in de maatschappij. Dus nieuwe ronde keuzes gaan ook gewoon pijn doen. Vandaar dat we nu dit de kans willen pakken om die voorzichtigheid in te bouwen. OD16 vroeg van halen we alle doelen, welke niet? Nou, in de midterm review is daar een overzicht van opgenomen. Grofweg 2/3 is gerealiseerd, staat op groen. 1/3 op oranje, nog niks op rood. En onze inzet is er uiteraard volledig op gericht om ook die 1/3 die nog open staat, om die voor het sluiten van de markt, voor de volgende verkiezingen, ook op groen te krijgen. Dan heeft OD16 ook nog een vraag gesteld over de aanloopstraten rondom het gebied Westluinense Poort. De directe omgeving bij de Westluinense Poort, publieke omgeving, die zit in de plannen meegenomen. Maar daar zit natuurlijk niet in eventueel de nieuwe herontwikkeling van de Kerkstraat of van de Achterweg. Die zit er niet in. En wat we daarmee willen, ook bijvoorbeeld met winkels verderop in de Westluinense straat, ja, daar loopt nu de discussie over rondom het nieuwe bestemmingsplan binnenstad. Dus het lijkt mij goed om ook gewoon eerst die discussie te voeren met wat voor straten we willen als toeloopstraten richting het centrum. En vervolgens, als daar conclusies uitkomen, daarna te handelen verder. OD16 had ook een vraag gesteld over de bedrijfsvoering. Piept en kraakt van wanneer is daar licht aan het einde van de tunnel. Nou, we zien dat het ziekteverzuim inmiddels wel ook aan het dalen is. Dus dat is een gunstig teken. Het organisatieontwikkelfonds is beschikbaar gesteld voor de jaren 16, 17 en 18. En ik vind dat het in die jaren moet gebeuren. In die jaren moet je de transformatie maken van de organisatie nieuwe stijl. En zou het daarna zonder piepen en kraken moeten kunnen lopen. We hebben heel veel interne of heel veel inbestedingen gehad. Het personeelsbestand voor de gemeente Tiel is echt drastisch gedaald. Het enige grote wat er nog in de pijplijn zit zijn juridische zaken, facilitair bedrijf, vastgoed, BWB-verband. Voor de rest zitten er in ieder geval geen grote dingen in de pijplijn. Dus dat moet ook nu wat meer rust gaan creëren, ook in die ambtelijke organisatie. En zich gaan zetten naar de nieuwe verhoudingen. Blijft dat we hier als Tiel, en daar is niks mis mee, een torenhoge ambitie hebben. We willen van alles, ook in deze begrotingsraad wordt er van alles uitgezet. En primaire reactie is om zoveel mogelijk te willen en te faciliteren en te doen. Want we vinden het ook leuk, ambtenaren vinden het ook leuk om ermee aan de slag te gaan. Dus er blijft altijd spanning tussen beschikbare capaciteit en de wensen die er zijn. Dat zit in geld, in de begroting, maar dat zit ook gewoon in mensen en tussen de oren in de uitvoering daarvan. Protiel die heeft nog een vraag gesteld op het gebied van onderwijs. Eigenlijk een beetje de rolverdeling met betrekking tot het terugdringen van schoolverzuim. De verantwoordelijkheidsdeling tussen gemeente, het onderwijsveld en het Rijk. Het is zo dat het onderwijs verantwoordelijk is voor het goed en tijdig melden van schoolverzuim. Dat ze ook een klimaat creëren op school dat verzuim zo weinig mogelijk is. Het is de taak van de gemeente via leerplicht om dat ook te controleren en daarop te handhaven als dat niet goed is.
En het Rijk, door middel van de inspectie, controleert de gemeente weer. Partij van de Arbeid, dat ging over wiet. Ja, dat heb je nu met die schermen, dat schijnt ook uitgezonden te worden. Dus alles wat ik hier van zeg, sorry, voor degenen die thuis meekijken. Ik heb ooit wel eens een keer geïnhaleerd. Ik vond het eigenlijk zo vies dat ik zou willen zeggen niet aan beginnen. Dus het is geen principieel standpunt, zullen we zeggen. Sociaal Tiel had nog een vraag gesteld, of eigenlijk ook een opmerking van ja, hoeveel onderzoek zit er nog in de pijplijn en komt er nog uitdwarrelen de komende jaren. En dan noemden ze bijvoorbeeld het onderwerp schoolzwemmen bij. Zo van ja, daar hebben we ergens in 2011 over gehad en nu in 2017 komt er iets uitrollen. Ja, die vraag kun je niet zo stellen, vind ik. Het zijn besluiten van de Raad geweest. Het zijn niet onderzoekjes die zijn geweest in 2011. Nee, de Raad heeft in 2011 bewust besloten om het schoolzwemmen af te schaffen. En dat zou al veel eerder afgeschaft zijn, waar het niet dat het contract met sportfondsen nog een aantal jaren doorliep. En dat contract is nu afgelopen en vandaar dat nu pas die effectuering van die bezuiniging plaatsvindt. Maar je kunt niet zeggen van ja, dat is een onderzoek en dat rolt nu van de band, zeg maar. Dus vandaar dat het ook niet in kaart te brengen is wat u wilt. Uiteraard, en daar hebben we vandaag ook onder andere debat over natuurlijk, staat het u vrij om daar iets van te vinden. Ook met terugwerkende kracht. Dat wordt ook volop geantemeerd vanavond. Dat zijn de vragen die over zijn gebleven. Dan de moties zelf. Allereerst het amendement. Motie is een amendement geworden, begreep ik. Over schoolzuimen. Ingediend door de PvdB en anderen. Ik wil me even richten op de financiële paragraaf, want ik heb al in een eerder stadium gezegd van dat we schoolzwemmen in 2011 ook niet afgeschaft hebben, omdat het nou zo'n enorme wens was om dat te doen, maar ook om de begroting toen op orde te krijgen. Nou ja, die is nog steeds fragiel, hè? En daar rekenen we mee als het ware dat deze bezuiniging wordt gehaald. Dus altijd alles kan anders natuurlijk, maar dan moet er een andere dekking worden aangegeven. Het bedrag wat dan gevonden moet worden is 74.000 euro. De rekensom van de PvdB klopt. Sponsoring Sportplaza, dat bedrag is toegezegd ter waarde van 25.000 euro. Dus dan moet er nog 49.000 euro gevonden worden. Die 4.000 algemene reserve, als u schoolzwemmen wil blijven aanbieden als het ware vanuit de gemeente, dan moet die 4.000 euro structureel dan uit de algemene reserve worden genomen. Dat is dan even de kanttekening die ik daarbij plaats. En dan de financiering vanuit het minimabeleid. Ja, schoolzwemmen is generiek. Daar maken veel meer leerlingen gebruik van dan alleen leerlingen die eventueel ook via het minimabeleid zouden kunnen worden bediend. Dus wat u hier doet is eigenlijk een bezuiniging plaatsvinden op minimabeleid. Ten faveure van het schoolzwemmen in programma van het programma onderwijs. Nou, dat gaat het college te ver. Daar zou het college niet voor kiezen om te willen bezuinigen op minimabeleid. Dus vanuit die optiek zouden we deze motie of dit amendement ontraden. Met betrekking tot motie 2. Dat gaat over de verspilling van overheidsgelden. Dat gaat over de accountantskosten. Die kunnen wij overnemen. U zit te zwaaien, maar we hebben geen interrupties in deze termijn. Nee, we hebben de tweede termijn nog gewoon van de Raad. En we hebben nog een schorsing straks. Dus en nog wat eten. Gaat u verder. Voorzitter, ik was bezig met motie 2, motie stop verspilling van overheidsgelden. Het college stelt voor om die motie over te nemen. Motie 3, die zal door de heer Beenakker worden behandeld. Motie 4, ook door de heer Beenakker. Motie 5, beperken
redundantie in de accountantscontrole voor gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Het college stelt voor om die over te nemen. Motie ZEFS, zelf in de boetes. Collega Beenhakker zal daarop ingaan. Motie 7, schoolzwemmen minima. We hebben begrepen in een uit een eerdere behandeling, maar daar willen we graag nog de bevestiging op, dat deze motie vooral handelt over diploma zwemmen. Dat is iets anders dan schoolzwemmen. Dus ik ga uit vanuit mijn redenatie voor diploma zwemmen. Daarvoor zou voor mensen of voor kinderen die dat niet kunnen betalen, de ouders, als dekking het minimabeleid kunnen dienen. Dat kan technisch gezien. Dus daarover laten we het oordeel aan de raad. 8. Motie gas terugnemen. Daarvan willen we een aantal overwegingen meegeven aan de raad. Op rijksniveau zijn er nu druk ook gesprekken mee over of om dit op rijksniveau te regelen. Dus je zou kunnen overwegen om dat af te wachten. We hebben in Passewaaij 7 niet bepaald positieve ervaringen opgedaan met geen gas in de woningen. Ook hier speelt nadrukkelijk het argument voor het plan van aanpak en hoeveel dat dan kost om te maken. Dus met die overwegingen willen we het oordeel aan de raad laten. 9 zal de heer Driessen voor zijn rekening nemen. 10 is voor de heer Driessen. Operatie Steenbreek. Goed begrepen dat het voorstel is om dit voor 2 jaar te doen. Dus de financiering voor 2 jaar te regelen. We zullen ook contact opzoeken met het waterschap. Daar zijn ook linken met ditzelfde onderwerp. En voor de rest stellen wij voor om de motie over te nemen. Motie 12, sociale wijkteams. Daar zal de heer Driessen op ingaan. Motie 13, de regenboogloper. Daar zal de heer Melis op ingaan. Motie 14, motie geheimhouding, zal de heer Beenhakker op ingaan. 15, stimuleringsmaatregelen leegstand winkels. Mevrouw Van Rey Oud-Ammerveld gaat daarover. 16, de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Het college stelt voor om die over te nemen. 17, multifunctioneel jongerencentrum Tiel. De heer Melissen zal daar op ingaan. 18, de motie payrollconstructies. Ja, we realiseren ons dat we in de schriftelijke beantwoording wat hard zijn geweest. Als zijnde van, kom maar op met die payrollers, daar willen we graag en veelvuldig gebruik van maken. En ze kosten weinig, dus laat maar aankomen. Dat is niet wat we hebben willen zeggen. We maken daar niet heel veel gebruik van, maken er wel gebruik van. Financieel hebben ze dezelfde rechten. Ze zijn geen ambtenaar. Ze hebben niet de status van ambtenaar. Met andere woorden, we willen niet de financiële constructies omzeilen. Payroll, die hebben ook gewoon een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Daar willen we ook verder niks aan afdoen. Dus als het om dat financiële component gaat, dan laten we het oordeel aan de raad over deze motie. Gaat het over veel meer status dan ambtenaar, dan ontraden we de motie. En de laatste 19 ben ik even kwijt wie dat gaat behandelen. Dat is mevrouw Van Rey Oud-Ammerveld. Voorzitter, dat was het voor mij in eerste termijn. Dank u wel. Dan is nu het woord aan wethouder Van Rey Oud-Ammerveld. Thank you.
Ja, ik heb contact. Nou komt de goede naam eronder. Ja, dan weet u ook wie ik ben. Goedenavond. Er zijn aardig wat zaken gezegd vanavond en een paar dingen gevraagd. Ik begin met de VVD, effectiviteit van de werkzaak. Nou, binnenkort komt de bestuursrapportage op u af. Ik heb dat laatst in de commissie verteld dat die eraan komt. Die eerste bestuursrapportage die ziet er positief uit, gunstig uit. Eerder al is al berekend dat werkzaak werkt regionaal. Dus het is heel lastig om voortdurend alles om te slaan naar de Tielse werkelijkheid. Maar dat werkzaak 1,5 miljoen goedkoper werkt dan de gezamenlijke gemeentes kwijt waren aan bedrijfsvoering. Dus dat is in ieder geval al een effect. Dat het aantal uitkeringsgerechtigden nog niet omlaag gaat, dat klopt. Het is zelfs iets gestegen, ook in Tiel. Dat heeft verschillende oorzaken. Dat is landelijk zo. Landelijk is ook berekend dat het tot 2020 nog verder zal stijgen. In ieder geval niet af zal nemen tot die tijd. En dan praat ik over mensen met een bijstandsuitkering. Dat heeft een aantal oorzaken. Eén daarvan is dat mensen veel korter WW krijgen. Het aantal mensen in de WW is wel afgenomen, ook in Tiel. Maar mensen krijgen korter WW en op het moment dat ze geen WW meer krijgen, krijgen ze bijstand. Dus dat vertekent het beeld wat. En daarnaast is er een toename van een aantal statushouders, mensen die ook recht hebben op een uitkering. Daarin wijkt Tiel niet af van het landelijke beeld. Een van de partijen, ik weet niet of dat VVD of CDA was, die gaf aan van ja, we hebben zelfs de rijksbijdrage nodig. Ja, dat klopt. Onze rijksbijdrage, de vangnetregeling, die krijgen wij juist omdat uit onderzoek is aangetoond dat de bevolkingssamenstelling van Tiel zodanig is dat wij meer uitkeringsgerechtigden hebben dan andere gemeenten. En dat we aan hebben getoond dat we als gemeente, en die maatregelen zijn nu overgenomen regionaal door werkzaak, dat wij onze uiterste best doen om mensen uit de uitkering te helpen. Als je dat niet doet, als je daar geen maatregelen opneemt, misschien herinnert u zich ooit nog het rekenkameronderzoek wat hier gedaan is naar het effect van participatiemaatregelen. Als je dat niet doet, dan krijg je die rijksbijdrage niet, die vangnetregeling. En de gemeente Tiel krijgt die nog steeds. Overigens is door uzelf op 30 november een beeldvormingsavond georganiseerd, waar juist ingezoomd wordt op de uitkeringen in Tiel en hoe zit het met onze populatie en wat kunnen we daaraan doen om dat af te laten nemen. In het verlengde daarvan werd een compliment uitgedeeld over de banenafspraak. Daarin doen we het echt hartstikke goed als regio. En daar hoef ik niet mezelf voor op de bos te slaan, want het zijn met name onze partners, de ondernemers, die hebben gezorgd dat we extra banen hebben gekregen. Maar het is wel kicken dat je bij iedere bijeenkomst van het Rijk genoemd wordt als regio Rivierenland die bovenaan staat met het realiseren van die banenafspraak. Dat doen we gewoon echt heel goed. In het verlengde daarvan leuk om te vertellen dat vorige week de rekenkamer, de landelijke rekenkamer, is bezig met onderzoek naar de effectiviteit van alle maatregelen die zijn genomen in het kader van de baanafspraak. En er zijn twee regio's uitgezocht om te onderzoeken en te interviewen. En omdat wij zo goed presteren was regio Rivierenland daar één van. Mooi om landelijk zo op de kaart te staan. Hebben wij spookjongeren? Ja, vorige week met Halloween, maar we hebben er meer. En het is, we hebben daar geen gemeentelijke cijfers van, wel regionale cijfers. Er zijn er 337. Het zijn dus niet echt spookjongeren meer, maar het zijn jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die niet op school zijn ingeschreven, die geen werk hebben, die geen uitkering hebben. Dat zijn geen 337 criminele jongeren, maar dat zijn heel vaak jongeren die gewoon lekker bij moeder thuis zitten, die door hun ouders onderhouden worden en waar de was en het eten klaar staat. Dus wat zou je druk maken om andere zaken? Maar daar is een project op gezet vanuit voortijdig school verlaten. Er wordt huis aan huis, worden huisbezoeken afgelegd bij die jongeren die in beeld zijn, om te kijken wat gaan we doen? Ga je naar school? Ga je niet naar school? Dan melden we je aan bij werkzaken en volgt daar vandaan bezoek om te kijken wat we kunnen doen om mensen aan het werk te helpen. En als jongeren niet heel enthousiast zijn, dan zijn ouders dat vaak wel als die actie er zijn.
Of daar criminelen onder zijn, dat is maar een beperkte groep. Het is overigens ook geen probleem hier, die onzichtbare jongeren. Maar we zetten er wel actie op, gewoon omdat het in de toekomst een probleem kan worden naarmate ze ouder worden. Over criminaliteit onder deze groep gaat de heer Beenakker verder in. Een heel ander onderdeel, dat was het initiatief woningbouw. Moeten we ontwikkelaars niet stimuleren om meer woningen te gaan bouwen? Dat hoeft niet. Er komen echt ontwikkelaars voorbij met plannen. Er zijn ook verschillende plannen. Er zijn nog lopende projecten. Het stimuleren is niet het probleem. Wat we wel zien is dat ontwikkelaars heel graag woningen willen bouwen waarvan ze weten die kosten weinig en die verkoop ik heel snel. En om te voorkomen dat we daar een overaanbod van krijgen, dat vergt nogal wat gesprekken. Dus het is niet zo dat er geen initiatieven zijn. Het is wel zo dat die initiatieven lang niet altijd passen in wat wij vinden dat verstandig is in onze woningmarkt. En dat het ook in de planning. Je moet niet hebben dat je in één keer alle van verschillende ontwikkelaars woningen in één prijskategorie op de markt krijgt. Dus ook die planning, dat vraagt wat. Maar met name dat wat gebouwd gaat worden. Niet of er gebouwd gaat worden. Dan kom ik bij de moties, de leegstand winkels. Ik denk dat het een goede motie is die we ook over kunnen nemen. Het enige waar ik wat mee zit is het tijdpad. Wij hebben nu een reclamebelasting tot 31 december 2018. Die reclamebelasting zou in 2018 geëvalueerd worden. Want om te kijken van nou voldoet dat nog steeds. Ik denk dat het heel mooi is om dat te combineren met de motie die hier ligt. En dat wil niet zeggen dat we dat dan in 2018 pas moeten gaan doen. Maar dat betekent wel dat het aardig wat tijd kost om dat goed te gaan doen. Dat je daar veel partijen bij nodig hebt. En mijn ervaring is als je externe partijen nodig hebt, dat het vaak veel meer tijd kost dan wanneer iemand achter zijn computer gaat zitten en een notaatje maakt. Dus motie overnemen ja, maar dan graag combineren met de evaluatie van de reclamebelasting. En dan zou ik vragen om daar iets meer tijd voor te hebben dan alleen maar de eerste helft van het komende jaar. Maar wel in 2017. Niet gesteld, toch beantwoord die vraag. En dan ten slotte de inclusieagenda. Dat is een lastige. We hebben even gesteggeld van in welke portefeuille hoort hij nu eigenlijk. Ik heb emancipatie en participatie in mijn portefeuille. Maar daar mag ik nooit zoveel mee. Want het is al heel gauw polarisatie en dan is het veiligheid. Of het is participatie, dan is het werk. En we hebben bedacht dat dit wel emancipatie een mooie kon zijn om vanuit die route aan te vliegen. Hoe zorg je dat mensen met een beperking zoveel mogelijk in alle opzichten deel kunnen nemen aan de maatschappij? Dat is een motie die al eerder is geweest en gekoppeld is aan de WMO Jeugdagenda. U zegt terecht dat is veel breder. Dat is ook veel breder. En wil je dat goed doen, dan zul je dus een heleboel moeten gaan onderzoeken en een heleboel in kaart moeten gaan brengen. Ons voorstel is om een plan van aanpak te maken, maar niet met alles er al in wat u nu zegt, maar wel van samen met de partijen te kijken van wat is er daar in Tiel voor nodig om te komen tot een goede inclusieagenda. Wat zou daarin moeten zitten? Welke capaciteit is daarvoor nodig en in welke tijd zou je dat kunnen doen? En daar hangt dan ook meteen al het financiële plaatje aan voor het maken van de agenda, nog niet voor de maatregelen. En als we hem zo mogen invullen, dan zouden wij daar het een uitdaging vinden om daarmee aan de slag te gaan. Waarbij we onze best gaan doen om 31 mei te halen. Maar ook daarvoor geldt, daar heb je ook externe bij nodig. En dat is gewoon vaak lastig. Maar we komen tijdig terug als dat niet gaat lukken. En dan hebben we er ook een uitleg bij waarom dat niet lukt. Dat was dank u wel. Mijn termijn, voorzitter. Dan is het woord aan wethouder Melissen. Dank u wel, voorzitter. Ik loop de vragen langs en als ik daar een motie tegenkom, ga ik ook direct op die motie in. Dus ik heb niet een structuur aangebracht zoals de heer Verswijk bijvoorbeeld. Allereerst de PvdB. Die heeft een hele concrete vraag gesteld over de illegale bomenkap. Hoe ver staat het daar nu eigenlijk mee?
Nou, zoals u weet is dat toen opgeschaald naar de provincie, gedelegeerd aan ODR, dat hebben we toen allemaal uitgelegd. En vervolgens hebben we uitgelegd dat er zowel bestuurlijke handhaving plaatsvindt als strafrechtelijke handhaving. Nou, strafrechtelijk is er aangifte gedaan bij de politie. Nou, de politie gaat daarmee aan de slag. Is daarmee aan de slag, is ook de verantwoordelijkheid van de politie. En dan hebben we de andere handhaving. En die handhaving gaat wat verder als alleen de bomen. Want na die kwestie van de bomen kwam ook de kwestie van archeologie en slopen, zonnevergunning. Is nog een tijdje stilgelegd. Daar is aanleiding geweest voor het college om een goed gesprek te gaan voeren met het bedrijf. De vertegenwoordiger was mevrouw, ik moet altijd goed zeggen, Van Ree, Oud-Ammerveld. En dat was een pittig gesprek. En u kent onze wethouder, die kan dat gesprek ook heel pittig voeren. Daarna zijn er ook geen overtredingen meer geweest. Wat betekent het dan de veilige stand van zaken? Nou, dat betekent dat er van ons uit, niet van ons uit, maar vanuit de provincie ODR, dat ze zijn aangeschreven voor herplantplicht. Op twee vormen, namelijk plant een aantal bomen terug en de rest wat u niet terugplant, zult u in vorm van geld moeten storten in een bomenfonds. Daar kan het bedrijf een zienswijze tegen indienen. Dat hebben ze gedaan. Vervolgens wordt die zienswijze door ons weer beantwoord. Daar zijn we nu mee bezig. En vervolgens kan het bedrijf bezwaar maken tegen die zienswijze. Dus we zitten op dit moment in die fase. Vervolgens heeft de PvdB en ook andere fracties opmerkingen gemaakt over de verandering van de parkeertijden waarvoor betaald moet worden. En de zorgen die erover zijn. En toch ook wel de onrust die dat in de Tielse samenleving teweeg heeft gebracht. En feitelijk stelt PvdB de vraag van ja, wanneer gaan we die discussie voeren opnieuw? Ja, daar ligt natuurlijk een lastig probleempje. Niet dat die discussie gevoerd kan worden, maar de vraag is waar ligt de bal? Het college is van mening dat we gewoon het raadsbesluit aan het uitvoeren zijn. En dat doen we. Dus op het moment dat er fracties zijn die zeggen ja, daar moeten we opnieuw naar gaan kijken naar dat besluit, dan ligt de bal bij de raad, wat het college betreft. Dan ga ik door naar D66 en die stelde vragen over de cultuurorganisatie, had ook wat zorgen over, wordt de educatie, de kunsteducatie geen bijproduct van de Agnietenhof en hoe loopt het met de convenanten? We zitten op dit moment zitten we in de fase dat we die convenanten aan het herschrijven zijn tot één convenant. Het is absoluut niet de bedoeling dat de kunsteducatie een bijproduct zal worden van de Agnietenhof. Dat hebben we van meteen af aan als college ook gecommuniceerd. Het is waarschijnlijk wel zo dat de dingen in de markt veranderen. Dat zal bezien moeten worden. Het is in ieder geval niet zo dat het moet worden afgeschaald of verschaald. Ik denk dat het uitermate belangrijk is om straks als het nieuwe convenant er is, dat u goed toetst. Hebben we nou gekregen wat we nou echt beogen? Het is in ieder geval de inzet van het college om te komen. Niet tot een verschaling, maar tot een modern pakket dat past bij de samenleving van nu. Dan het proces van de convenanten. Dat is best een ingewikkeld proces, want in wezen loopt die af op 1 januari. Maar we constateren dat het nog best ingewikkeld is om de uitvoering en plannen bij elkaar te brengen. En dat betekent dat het voorstel wat er gaat komen naar u erop gericht is om te zeggen, het is verstandig om in het overgangsjaar de huidige convenanten opnieuw voor een jaar vast te stellen. En dan vervolgens heel zorgvuldig, en ook vooral ook om u de toetsende rol goed te kunnen geven, naar een nieuw convenant te komen. En het zal ook moeten aansluiten bij de opening van de cultuurorganisatie op zich. En dat is op zich ook al redelijk ingewikkeld om een nieuwe organisatie halverwege een boekjaar, ja, driekwart boekjaar, om die dan neer te zetten. Dus ook daar zijn we nog aan het puzzelen hoe we dat financieel technisch allemaal moeten doen. Maar dat is op dit moment de stand van zaken. En waar u op zit te wachten is die planning. En die planning die gaat eraan komen. Dan, Ik beantwoord alleen vragen. Dus stel voor dat iemand denkt mis wat. Ja, dat moet u in de tweede termijn op terugkomen. Want dan heb ik het niet beschouwd als een vraag. Dus er is wel één element wat geen vraag is. Maar waar ik denk dat het wel verstandig is om dat eens uit te leggen. Dus dat de VVD zegt, we zijn expliciet tegen de verhoging van het evenementenbudget met €25.000. En dat vergt denk ik wel een toelichting, want het is nog zo expliciet dat u dat stelt. Het is namelijk zo dat de Tielse korsenclubs hebben gezeten in de oude hallen van de gemeente Tiel en daar zaten ze veilig gratis. Vervolgens kwam de korsenclub Passewaai en die ging huren. Daar kregen ze subsidie voor, maar ondertussen, als je vastgoed hebt en daar zit iemand gratis in, kost dat ook geld. Dan heb je gewoon leegstandskosten en dan moet dat ergens verwerkt worden. Nu gaan we conform opdracht van de raad
overtollig vastgoed verkopen. En dat betekent dat we dan een huisvestingsprobleem zouden hebben voor de Corso-clubs. Maar dat probleem is opgelost om met de koper afspraken te maken over het huisvesten van die clubs. Daar staat tegenover huurpenningen. En dat is de reden dat we deze twee Corso-clubs moeten gaan subsidiëren voor dat geld gelijk aan Corso-club Passewaaij. Dus dat is de situatie. Dan ga ik naar de ChristenUnie. En die verwees naar de studie van Wageningen. En heeft u dat betrokken bij de Waalkade? Nou, is het zo dat die studie, althans zoals wij het lezen, richt zich vooral op de problematiek van de binnenstad zelf. Dus tips en aanbevelingen gaan daar ook over. Op het moment dat je kijkt naar de ontwikkeling van de Waalkade zelf en je kijkt naar de tips en aanbevelingen, dan zie je dat daar weinig samenhang in is. Dus die tips en aanbevelingen worden wel meegenomen bij het proces van de binnenstad, dus bestemmingsplan binnenstad, maar zijn niet meegenomen bij het plan van de Waalkade. Dan ga ik naar OD610. En dan ga ik naar de regenboogloper. En dat is natuurlijk een kleurig geheel. Ja, dat is het. Ja, technisch kan die gewoon aangelegd worden. Er zijn wel wat belemmeringen als je hem als zebrapad zou willen aanleggen. Want dat heeft u zelf ook al geconstateerd. U zegt ook eigenlijk, ja, doe het eigenlijk maar op een iets andere manier. Het is wel zo dat natuurlijk op zich een principiële keuze is van een politieke partij of je daar voor of tegen bent. En in die zin is dit iets waarvan het college zegt, dat laten we over aan het oordeel van de raad. Maar technisch kan het. Dan het CDA. Wees op de situatie van de fruitcorso en wat gaat het college daaraan doen met betrekking tot het betrekken van de regio. Nou, het college gaat daar inderdaad mee aan de slag. We willen gewoon met de individuele gemeentes gaan praten. Van, doe daar nou een bijdrage aan, neem je verantwoordelijkheid. En dat is een weg die je kan bewandelen. Een andere weg is vanuit regio Rivierenland zelf. Maar we gaan daar wel op inzetten. En vervolgens heeft u ook gewezen op het evenementenbeleid. Daar komt natuurlijk ook in de komende raad gaat daar, komende commissie komt daar ook vanuit het college een voorstel over. Op vervolg van de discussie over de kostenreductie. Namelijk met de vraag van, we hebben dat proces gehad. Hoe gaan we nou het vervolg van het proces inzetten, zodat we met de raad een goede nieuwe afspraak maken over dat proces. Dat komt er dus aan. Dan ga ik naar ProTiel. En die gaf aan, de evenementenuren brengen dat in beeld en ook nog per team. Ja, ik denk dat het gewoon verstandig is om aan de hand van de opdracht die straks wordt geformuleerd door de raad, in alle waarschijnlijkheid, tenzij u geen opdracht gaat geven, ja, dat u dit als element zou kunnen meegeven. Maar dat is toch een onderdeel van uw eigen discussie. Dan vervolgens heeft u een voorstel gedaan om Twente Toe te behouden. En daar een jongerencentrum van te maken, maar ook andere functies te geven, dus een multifunctioneel karakter. Dat is op zich mogelijk. Het is wel zo dat het college de opdracht heeft van de raad om overtollig vastgoed te verkopen. En dit is overtollig vastgoed. Bovendien is het zo, als we dit zouden willen gaan doen, dat je dan moet gaan investeren. En bovendien moet je ook met elkaar gaan bekijken van hoe organiseer je nou de begeleiding van alles wat daar gebeurt en hoe worden die kosten gedekt. Wat ons betreft ontraden wij die motie. Dan de vraag over, een hele concrete vraag. Kan volgend jaar, kan er hetzelfde gedaan worden als nu ten aanzien van het vrij parkeren in november en december? Het antwoord is ja, dat kan. Dat gaat ook gebeuren, want dat overleg met Hart van Tiel heeft al plaatsgevonden. En daar gaat het college ook binnenkort een besluit over nemen. En we gaan dat op dezelfde wijze weer doen. Want dat is ook het voorstel van Hart van Tiel zelf. Dan tot slot. Even kijken, ben ik niet helemaal vergeten. Nee. Beheer van openbare ruimte, AVRI, de afstemming van de producten, de productinformatie en de aansluiting met onze informatie in de aansluiting met informatie van AVRI. En hoe loopt dat nu? Nou, dat is best een heel ingewikkeld proces. Daar zijn we volop met elkaar in gesprek om te zorgen dat datgene wat wij willen en wat zij kunnen, dat het aansluit. Om te zorgen dat op het moment dat dat zo is, dat je kan gaan sturen. En dan ook grip heb op het geld, zeg ik dan maar. En ook grip heb op datgene wat er gebeurt.
Dit is een probleem wat 4 gemeenten raakt. En de 4 gemeenten trekken ook met elkaar op. Omdat dat met elkaar, als we met elkaar dat doen, samen met Avri, we waarschijnlijk tot een oplossing kunnen komen waar iedereen mee uit de voeten zou kunnen. Dat dit geen eenvoudig proces is, dat mag ook wel duidelijk zijn. Maar we zijn er wel volop mee bezig. Even kijken. Volgens mij heb ik alles gehad. Ja. Dank u wel. Het woord aan wethouder Driessen. Voorzitter, dank u. Een aantal vragen en een drietal moties. Te beginnen met D66. Hoe kan de raad in positie worden gebracht in relatie tot de Gelderse corridor? Het belang werd door u al aangegeven. We hebben natuurlijk al in het leven geroepen de denktank regionale ontwikkelingen, waar dit ook structureel besproken wordt. En ik kan me ook voorstellen dat we dan vanwege de politieke benadering ook wat vaker in de commissie bestuur hier op terug gaan komen. En ik denk dat we dan juist in die denktank en in de commissie ook even moeten gaan afspreken om juist ook de partijlijnen te gaan volgen. Om in Arnhem met name ook gehoor te krijgen voor de belangen van de regio en in het bijzonder ook van Tiel. GroenLinks minimabeleid rondom 120, 130 of 110%. Het klopt inderdaad, het voorstel wat bij u is gekomen, dat praat over 110%. Volgende week komt het in de raad. En ik zou willen voorstellen, van laten we dan in de raad de discussie voeren. Want het gaat, daar gaat u eigenlijk over. Wij hebben het gebaseerd op het bestaande beleid. Maar als de raad daar zeker ook zelf ideeën in heeft om dat te gaan aanpassen, heel graag. Tiny houses kom ik straks even op terug bij de motie. De opgelegde bezuinigingen buitensport niet gehaald. Is 2018 wel reëel? We zijn erover in gesprek. De eerste reacties waren, zeker op dat moment, dat de discussie rondom het accommodatiebeleid, waarbij ook bepaalde verhogingen zijn geweest, natuurlijk met betrekking tot huren, nog vers in het geheugen lag. En op dat moment was men niet direct bereid om het begrip burgerparticipatie inderdaad serieus te nemen, omdat het gewoon een ordinaire bezuiniging werd beschouwd. We blijven erover in gesprek uiteraard en we proberen het wel te halen. Diverse opmerkingen die komen ook nog terug. Verder wensen uitgesproken. De ChristenUnie Samenwerking Gemeente Zorgverzekeraar. Ik heb al even snel zitten bladeren in het advies wat u zojuist mij heeft overhandigd. En dank daarvoor. Het is zeker de moeite waard om eens te gaan kijken of dat ook met onze zorgverzekeraar hier in het Tielse kan. Daar kom ik op terug. OD16. Zwembad stand van zaken. In de aanstaande commissie, het is onderweg naar u, de totale stand van zaken en een keuzenota erbij. En dan zou ik u willen verwijzen naar de verdere behandeling in de commissie van december aanstaande. De vraag over het gezondheidsbeleid. Wat gaan we in 2017 wel doen? Integrale aanpak versterken. De gezondheidsprofielen van de dorpen en de wijken opstellen. Want dat is een heel belangrijke input om juist ook in gesprek te gaan met bewoners. Want op die manier kun je de gezondheid beïnvloeden. Maar heb je ook maatwerk, zeg maar. Dan is het niet meer een verzameling van zo ziet Tiel eruit. Nee, we gaan dan echt op wijk- en dorpniveau verder inzoomen. En in 2017 uiteraard verder het lokale gezondheidsbeleid opzetten. Pro-Tiel, neuzen in de gelijke richting met betrekking tot sport. Voor een stukje al beantwoord, expliciet gesprek FTS.
Ik kan u zeggen dat de verhoudingen goed zijn met de FTS. En we constateren nog wel eens, want ik zou morgen vroeg bijvoorbeeld een overleg hebben met de FTS. Maar zowel overigens op initiatief van de FTS is gevraagd van ja, we hebben op dit moment geen actuele zaken die we als FTS met het college willen bespreken. Zullen we het overleg afzeggen? Nou, dan ga je dan met elkaar even afwegen. Dus eigenlijk is de verhouding goed en de gesprekken lopen nog goed. En, maar goed, dat is bekend. We kwamen van ver, maar we zijn echt als samenwerking FTS en college echt ergens gekomen. Dan de moties, voorzitter. Ik begin met die van Tiny Houses. Ik was aanwezig ook hier in de commissie toen de initiatiefnemers het een en ander hadden verteld aan de commissie. Diezelfde avond is afgesproken dat collega Van Reehout Ammerveld en ik een afspraak zouden maken om juist geïnformeerd te worden uit de directe hand rondom het initiatief. En ik kan u melden dat wij aanstaande maandag die afspraak hebben. Dus wij kunnen als college deze motie omarmen. Dan motie 10. Dat gaat over het wonen, actueel actieplan te komen, et cetera. Het college is wel degelijk bewust van de veranderingen. We zijn daar structureel over in gesprek met corporaties. En ik weet niet of dat vorige week in de commissie is genoemd. Een collega van ons is juist bezig, een ambtelijk collega, is op dit moment bezig met een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot diverse veranderingen. En hier komen uiteraard ook straks acties uit. En ik zou willen voorstellen dat wij dat met u gaan bespreken ter zijner tijd. En met name omdat er dan mogelijk al dingen uitkomen wat gaat komen tot een actueel actieplan eigenlijk overbodig maakt. Omdat ik denk dat we er al mee bezig zijn. Maar dat zou ik graag met u willen delen. En in die zin op dit moment niet direct de motie ondersteunen. Wij hopen daar op korte termijn echt op terug te kunnen komen. Dan motie 12 rondom sociale wijkteams. U bent al meerdere keren meegenomen als raad, zeker ook als commissie, met betrekking tot de visie die wij hebben op de wijkteams. De wijkteams jeugd die lopen al een tijdje. We hebben u nog niet zo lang geleden geïnformeerd over de werkwijze die wij willen hanteren met betrekking tot het portaal. Dat hebben we ook gemotiveerd. En op dit moment zijn we eigenlijk bezig. En dat rapport hebben wij gisteren pas ontvangen. Of gisteren pas, of gisteren al, net hoe je het bekijkt. Hebben we ontvangen. En dat wordt op dit moment bekeken. En ik zou willen voorstellen om dat rapport te voorzien van adviezen. En dan in een later stadium ook met u te bespreken. Want de keuzes die we moeten gaan maken, die houden nogal wat in. En als je hier expliciet naar kijkt van sociaal wijkteam, daar komen gigantisch veel bedragen, ook grote budgetten bij kijken. En ik zou willen voorstellen, laten we dat dan in de discussie rondom het portaal en dan kunnen we die keuze alsnog maken. Dus we ontraden deze motie, omdat die te expliciet al aangeeft rondom de uiteindelijke uitkomst. Terwijl wij het willen koppelen aan het onderzoek wat we gedaan hebben. Dat waren ze, voorzitter. Dank u wel. Dan zal ik zelf de laatste vragen nog meenemen in de moties. Ik doe het weer anders. Ik doe een aantal thema's wil ik even aan de kop pakken die jullie besproken hebben. Dan neem ik de vragen in mee en de moties. Om te beginnen met burgerparticipatie. Ik begin wat filosofisch. Ik zou zeggen, ja, we hebben allemaal honger inmiddels. Maar goed, ik heb ooit wel eens gelezen dat mensen met een lege maag ontvankelijker zijn voor een boodschap. Dus. Nee, ik hou het kort. Ik hou het kort. Ik ben verheugd dat er in uw raad
veel aandacht is voor het onderwerp burgerparticipatie. Ook in niet alleen vandaag natuurlijk, maar ook in de eerste termijn vanuit uw raad hebben veel fracties dat onderwerp beter gepakt. En dat is inderdaad belangrijk. En ik zou ook nog eens een keer willen benadrukken hoe belangrijk het is dat we hebben dat programmaplan natuurlijk, burgerparticipatie met alle actiepunten. Maar dat het juist ook belangrijk is om ruimte te geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Maar ook met respect voor diversiteit en maatwerk. Want de inwoner van Tiel bestaat natuurlijk niet. Dus daar moeten we ook aandacht aan geven. We hebben natuurlijk het initiatief van de ambassadeurs hier vorige keer in de raad gehad. Wat heel mooi is. Ik zou ook een oproep willen doen. Een aantal fracties heeft daar ook iets over gezegd. Om vooral ook in gesprek. Dat is ook mooi bij de onthulling van het kunstwerk. Wat nu in het donker staat. Aan de orde geweest om dat gesprek ook met elkaar te voeren. En ik zou ook willen zeggen, ja, laten we daar ook niet alleen aandacht hebben voor polariserende opvattingen. Want dat is altijd wel een beetje het punt. Er is altijd heel veel aandacht voor gepolariseerde opvattingen. Maar laten we ook aandacht hebben voor elkaar. En respect voor wat iedereen vindt, zonder dat dat meteen gepolariseerd is. Tot slot over dit thema. Velen van jullie doen ook de oproep van het vraagt ook iets van onszelf. Dat is terecht. Loslaten. We moeten naar onze eigen rol kijken. Dat betekent iets voor het college. Dat betekent iets. Het college heeft het ook als standaard onderwerp op de agenda staan tegenwoordig. Dat betekent iets voor de ambtelijke organisatie vanzelfsprekend. Dat betekent ook iets voor ons als raad. En dan kom ik ook meteen even op de motie. Dat is motie 3. Die kunnen wij ondersteunen. We hadden ook het gevoel, maar we zien het in ieder geval als ondersteuning ook van de lijn die we wat ons betreft ook zouden willen inzetten met de werkgroep vergaderprotocollen. Dus niet alleen maar naar de structuur gaan kijken, maar ook naar de manier waarop wij als raad gaan opereren in de samenleving. Dus als dat bedoeld is, van harte ondersteuning om dat mee te pakken. En ook als het gaat even heel praktisch van hoe gaan we dat dan agenderen. Hier. Dan het tweede thema wat ik even wil benadrukken, dat gaat over veiligheid. Daar zijn een aantal vragen gesteld. Eén is, dat gaat over nog het andere stukje van de spookjongeren. Het eerste stuk had wethouder Van Reel meegenomen. Voor zover er jongeren zouden zijn die zich toch op het criminele pad begeven, dan hebben we wel in ieder geval voldoende instrumenten om die zoveel mogelijk in beeld te hebben. We kunnen natuurlijk niet alles altijd in beeld hebben, maar zoveel mogelijk. Via het Veilige Wijkteam, via het JPT vanuit de politie en via natuurlijk het Veiligheidshuis. Hebben we heel veel instrumenten om daar voldoende zicht op te hebben en te houden. Dan het NS-station. Daar hebben wij naar gekeken ook al. En dat zag ik ook in de schriftelijke beantwoording toe. De verlichting is daar op voldoende niveau. En bij evenementen zoals Appop wordt dat ook op een extra niveau gebracht. Het is ons niet bekend dat er bij het station extra veel strafbare feiten zouden zijn. Dus dat is niet het geval. Voor het onveiligheidsgevoel op het station, dat is altijd lastig met gevoelens, maar is geen onderbouwing voor dat daar het onveiligheidsgevoel slechter zou zijn dan elders. Maar goed, we krijgen nog een resultaat van de veiligheidsmonitor het voorjaar, dus ik ben benieuwd of daar nog iets aan terugkomt. Voor zover daar zich problemen voordoen, dat is in het verleden wel gebeurd, met bijvoorbeeld groepen jongeren, dan is dat nadrukkelijk onderdeel van het veilige wijkteam in de aanpak. Dan het derde stukje onder veiligheid, dat is de gereguleerde wietteelt. Ik zal geen ontboezeming doen van mijn jeugdzonden, zoals de andere wethouder wel gedaan heeft. Maar ik volg het inderdaad met belangstelling. Ik ben heel benieuwd, zal u niet verbazen dat ik dat ook met positieve belangstelling volg. Dus ik hoop dat dat ook echt tot resultaat gaat leiden op landelijk niveau. En ik leg die relatie ook nadrukkelijk met veiligheid, zoals u dat ook gedaan heeft. Dan het punt van de juridische ondersteuning. De vraag van de VVD. Ik verwijs even naar de beantwoording in de
schriftelijke beantwoording van de voortgangsrapportage. Daar wordt het een en ander over gezegd. Kijk, wat hier natuurlijk in zijn algemeenheid speelt, is dat we toch een juridisering van onze samenleving hebben. Dat is één. Dus mensen gaan makkelijker, pakken makkelijker het middel van de procedure tegenwoordig. Dat is één. Twee is, zoals velen van u ook al geconstateerd hebben in de eerste termijn, doen wij heel veel op het moment in onze gemeente. We zijn heel veel met bestemmingsplannen aan het bouwen, et cetera, et cetera. Dus dat roept ook soms weerstand op. En dus ook juridische procedures. Dus dat maakt dat we daarvoor ook een hoger budget voor nodig hebben. Dus niet zo dat we voortdurend allerlei langlopende dossiers hebben. Die zijn er ook al een aantal. Maar het zit me vooral in wat ik net aangaf. Dan de WhatsApp. Het is zo dat wij een verkenning aan het doen zijn naar social media. Dus op welke manier gaan wij als gemeente social media inzetten? Dat is met mij ook al besproken vanuit communicatie. Het lijkt mij goed om die verkenning ook met u te gaan bespreken. Kern van dat verhaal is dat we vooral inzetten op een doelgroepgerichte aanpak. Dus dat betekent dat, dat komt bijvoorbeeld ook weer mooi uit die spiegelgroep die we hebben van burgerparticipatie. Dat mensen zeggen, ja, afhankelijk van de doelgroep moet je een bepaald instrument inzetten. Dus niet generiek WhatsApp bijvoorbeeld, maar voor een bepaalde doelgroep, je kunt zelf ongeveer wel nagaan welke dat is, zou WhatsApp wel heel nuttig kunnen zijn. Ja, als u dat, als die motie nummer 4 was dat geloof ik, als u die zo leest, dan hebben we daar, dan is dat alleen maar een onderbouwing voor waar we al mee bezig zijn. Maar ik zou dus wel een oproep willen doen om die niet te lezen in de zin van dan gaan we een WhatsApp groep inwoners Tiel maken. Want die krijgt dan om de 5 of 10 minuten een appje. Wat zei ik iets geks? Ja, waarschijnlijk wel. Hè? Maar... En er zijn doelgroepen bij die daar niet zo van houden om voortdurend appjes te krijgen. Althans niet van de gemeente. Dan, dus heb ik die motie ook meteen bij betrokken. Dan het onderzoek betreffende de bestuurlijke boetes. Dat is motie, help eens even, 6. Ja, dat klinkt in eerste instantie wel sympathiek. Ik had ook zoiets van, nou, op zich niks tegen om dat te doen. Maar als je daar even wat dieper in duikt, wat we net in het uurtje gedaan hebben, dan is het zo dat we maar 300 processen verbaal hebben die hiervoor in aanmerking komen. Dat zijn namelijk met name de PV's die onder de APV vallen. Nou, als je dan kijkt wat het dan oplevert, 300 keer een bepaald bedrag, dan is het zo dat het onderzoek wat je hiernaar moet gaan doen en de organisatie die daarvoor moet gaan inrichten, want je moet ook eigen bezwaarafhandelingen, dat geeft u ook zelf aan, gaan doen. Ja, dan wegen de, zeg maar, de kosten niet op tegen de baat. Dus het is al sympathiek, het klinkt heel aardig, maar in de praktijk levert het eigenlijk weinig op. Dat is ook de reden waarom heel veel gemeenten dit niet doen. Dan, dus deze motie ontraden wij. Dan komen we bij, even kijken hoor. Blijft nog iets laten liggen, ja, 14. Het punt van de geheimhouding. Ja, kijk, het eer, zal ik even bijpakken. Kijk, u geeft een aantal zaken aan. Ik wil eigenlijk proberen hem even uit te gaan leggen. Kijken of ik hem snap. Wat wij al doen, zoveel mogelijk doen, is dat wij in college besluiten. En als we dat nog niet voldoende doen, dan moeten we daar nog kritischer op zijn. Dat we in college besluiten ook aangeven waarom we in voorkomende gevallen iets geheimhouding opleggen. En daar de argumentatie bij geven. Volgens mij doen we dat meestal wel, maar... Nogmaals, als dat niet gebeurt, moeten we dat beter doen. Dat is ook een bewuste keuze om onderwerpen geheim aan op te leggen. En dat is ook zeker niet de redenatie vanuit het college om dat in overbodige gevallen te doen. Met andere woorden, we gaan daar terughoudend mee om. Er is overigens ook
werd ook in die motie genoemd een lijst bij te gaan houden. Die wordt inmiddels bijgehouden door de griffier. Dus er is een lijst waar we op hebben wat de afgelopen jaren in beslotenheid besproken is. Gaat het om de controlerende bevoegdheid van de raad? Daar heeft u denk ik wel een punt. Dat is wel goed om daar nog eens even goed naar te kijken. Griffier en ikzelf als voorzitter van de raad, ik spreek eigenlijk hier ook vooral als voorzitter van de raad bij deze motie. Daar zijn we ook al naar aan het kijken van, is het zo dat de instrumenten die wij in het kader van ons reglement van orde tot onze beschikking hebben, zijn die voldoende geëquipeerd ook voor zaken die wij in geheimhouding bespreken? Dat is een interessante vraag. Daar zou het antwoord ja op moeten zijn, want anders heb je het probleem dat als je in geheimhouding zaken bespreekt, je minder controlerende bevoegdheid zou kunnen invullen dan bij openbare zaken. Dat moet je natuurlijk niet willen als raad. Dus dat stuk ondersteunen we in ieder geval wel. En daar, nogmaals, daar zijn we dus al mee gestart om dat te bekijken. En die schriftelijke beargumenteren. Ja, als u zegt van god, wij bedoelen daar inderdaad vooral de collegebesluiten mee. Nogmaals, denk ik dat we dat in de meeste gevallen al wel goed doen. En voor zover we het niet doen, moeten we daar extra aandacht voor hebben. Dat was wat mij betreft de beantwoording. Eén punt nog bij die geheimhouding, was ik nog vergeten. Dat is dat we ons ook moeten realiseren, maar dat snapt u neem ik aan ook. Dat we ook nog wel eens een politieke actualiteit hebben. Dus schriftelijke onderbouwing kan soms niet aan de orde zijn op het moment dat we... Maar goed, dan hebben we het over situaties die heel acuut zijn of actueel zijn. Dat we die we dan hier in de raad, die hebben we wel eens gehad. Dat we die in de raad in de beslotenheid moeten bespreken. Maar dat snapt u natuurlijk wel. Dat was wat mij betreft de beantwoording eerst van mij en daarmee van het gehele college. Dus dat betekent dat wij kunnen gaan eten. En de griffier gaat daarvoor iets zeggen. Los van deze opmerking over of het u smaakt of niet, laat ik het midden. Er zijn twee buffetten. Eén op de bovenverdieping voor degenen die daar hun vergaderruimte hebben. En hier één beneden, direct om de hoek. De D66-fractie heeft zich beklaagd over geluidsoverlast van het college. Ik heb hen een andere fractieruimte aangeboden, te weten mijn werkkamer. Dat u wel mogen smaken. Ik zie een motie aankomen. Voorzitter, wanneer gaan we weer starten? Dat is mijn volgende punt. En die vraag wou ik eigenlijk vooral aan u zelf stellen. Want tweede termijn is ook voor u enerzijds om te eten. Anderzijds ook om natuurlijk naar aanleiding van de beantwoording van het college. U te beraden op de moties en daar ook overleg met elkaar over te hebben. Dus ik wil ook in ieder geval vragen om in de tweede termijn... Ook van uw kant nadrukkelijk aan te geven, als u nog even de aandacht heeft. Van uw kant ook nadrukkelijk aan te geven wat dat betekent, om beantwoording van het college betekent voor de moties die voorliggen en het ene amendement. Zegt u maar, hoeveel tijd wilde u hebben? Het is nu 7:45? Uur en 10 minuten. Ja? Gaan we redden? Oké, 7:45 terug. Dank u wel.